Vorige keer bij Cornuit legt uit. Nou, ik heb een politieke partij opgericht, hè? Ja, politieke partij. Ja, Intertoys toekomst nu. Ja, beminde luisteraars en luisterettes. Het zijn bizarre tijden vol rampspoed en tegenslag. Laat mij uw morele kompas zijn. Uw politiek leider. Uw messias. Hoor je dat wat hij zegt? Ja, ik hoor het. Vind je dat normaal? Dit is echt grensoverschrijdend wat hij doet. Is de website al klaar, Frank? Ja, bijna klaar. Nee, dit gaat onmiddellijk op de agenda van mijn politieke partij. En jij denkt dat de jeugd zich interesseert in politiek? Nou ja, ze zullen wel moeten, want er is geen toekomst. Vooruit met Jaap Cornuit. Dat is het enige. Cornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Cornuit. Jaap Cornuit. Ja! Ja. Welkom luisteraars en luisterettes. Ja. En fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cornuit legt uit. Ja, leuk. Dit is aflevering 166. Hè? Nee. Oh nee, 167 alweer. Ja, 167. Ja, we gaan het toch hard? Ja, dat gaat zeker vlot. Mijn naam is Jaap Cornuit en Chantal is er ook weer. Ja, hi, hallo. Ja, en in deze uitzending... Even wat is er nou? Nieuwe models. Ja, Frank, wat ben je aan het doen? Categories. Frank! Hé, wat? Oh. Ja, wat doe je? Ja, ik ben nog even aan het werk aan die website. Aan de website? Ja. Maar die had toch al lang klaar moeten zijn? Hé, nee toch? Ik had toch nog... Nee. Wat? Ja, die zou vandaag live zijn. Oh, maar het is heel veel werk. Ja, dan werk je maar wat sneller, want die moet af vandaag. Nee. Oh, ja, maar... Ja, nee, hij moet af. Oh, ja, oké. Ja. Ja. Heel mijn uitzending is erop gebaseerd. Ja, oké. Ik werk wel iets sneller. Ja. Zo? Ja. Oké. Ja, nog iets sneller graag. Oh, nog sneller? Ja, veel sneller. Oh. Ja, precies. Ja, goed zo. Oké. En geen fouten maken, hè? Oh. Nee, moet wel in één keer goed zijn. Ja, nee. Ik doe mijn best. Mijn god, wat een pijnhoop weer. Ja, succes Frank, je kan het. Ja, ik hoop het maar. Ja, toch? Oké, in deze uitzending dus zoals altijd weer het laatste nieuws. Oh ja. En we hebben ook weer Chantal, hè? Die gaat psychologisch doen. Ja, klopt. Die heeft vandaag over EMDR. Nee. Nee, dat klopt niet. Ik ga het over, niet. Ga het over iets anders hebben. Oh. Waar ga je het dan over hebben? Ja, nee, dat is nog even een verrassing. Oh, dat is een verrassing. Ja. Oké. Ja. Nou goed, zien we zo dan wel. Ja, precies. En dan gaan we ook weer lekker koken, want Ronnie is weer beter, dus hij gaat weer eens lekker koken. Ja, nee, dat klopt niet, Jaapie. Hè? Ook al niet. Nee, Ronnie durft niet meer te koken. Durft niet meer te koken? Nee, want hij was vorige keer zo ziek geworden van zijn eigen kooksel. Ja. Ja, en hij zei van nog van, ja, dat heb je met dat buitenlandse eten van mij. Ja, precies. Maar nou durft hij het dus niet meer, dus hij komt niet koken vandaag. Oh. Nee. Oh, nou, dat is lekker dan. Hè, lekker. Oké, nou, gelukkig hebben we nog een boeiende reportage. Ja. Ja, Chantal en ik zijn in het land ingetrokken, maar dat hoor je straks. Ja, leuk. Ton Deuze, mijn goede vriend en expert in alles, die is er ook weer met een nieuw lied. Oh, ja. Dat allemaal straks dus. Ja, spannend. Ik heb er zin in. Ja, maar ik moet eerst nog een aantal rectificaties doen. Oh. Want vorige keer hebben we een paar dingen verkeerd verteld. Oh ja? Ja, want we hadden de reclame van zusterschepen, weet wel, hè, van de vader van Valentijn. De kaasmoeder. Ja, precies. Die vaart met een bootje. Nee. Met de zeiljacht. Nee. Of zoiets. Met de klipper. Met de klipper, ja. En we hadden gezegd, die URL is zusterschepen.nu. Ja. En dat blijkt dus niet te kloppen. Oh. Want dat moet dus eigenlijk zijn zusterschepen.nl. Oh, .nl. Ja, dus als je naar zusterschepen.nl gaat, dan doet die website het waarschijnlijk een heel stuk beter. Oh ja. Want die andere, die bestaat niet. Oh. Oké, sorry. Oh, dat had je dus verkeerd gezegd. Ja, ik doe ook wel eens wat verkeerd, Chantal. Oh ja, maar dat geeft toch niet? Nee. Nee joh, iedereen maakt wel eens fouten. Ja, ik ben ChatGPT toch niet? Hè? Ja, maar goed. Oké, en ik moest nog wat anders rectificeren. Want ik heb de vorige keer gezegd, ik heb mijn politieke partij opgericht. Oh ja. Mijn partij voor de jeugd, hè, omdat er geen toekomst is. Oh, ja. En dat is niet zo? Hè? Ja. Ja, natuurlijk is dat wel zo. Oh. Je denkt toch niet dat ik daarover fouten ga maken? Nee. Maar ik had de naam verkeerd verteld. Oh, je had de naam verkeerd verteld? Ja, want ik had dus gezegd, het is Intertoys toekomst nu. Ja. Maar het moet eigenlijk zijn Intertoys toekomst nu met 3 uitroeptekens. Oh, met 3 uitroeptekens. Ja. Oh ja, dat is inderdaad veel beter. En eigenlijk moest het nog 12 uitroeptekens zijn, maar dat paste niet op de poster. Dus heb ik het ingekort tot 3. Ja, oh ja. Dat is een beetje jammer, maar ja. Het is niet anders. Nee, het is niet anders. Ja. Oh, trouwens. Ja. Heb je je partijprogramma al aangepast? Mijn partijprogramma? Nou, je zou toch nog iets toevoegen voor de ouders? Dat is ook zo. Ja, toch? Dat was ik helemaal vergeten. Ja, maar de jongeren hebben nog geen stemrecht. Ja. Dus die, Ja, kom goed. Ik bedenk nog wel wat. Ja, maar... Ja, dat komt goed. Ja, want als je... Nee, komt goed. Nee, Oké. Community! Oh.
Private function, set controller, string controller. Frank? If file exists, file path. Require once file path. Yeah. Return new controller else. Hallo, Frank. Huh? Ja, je moet die jingle doen. Community. Ja, community. Ja, maar er zit veel meer tekst aan die jingle. Ja, sorry, hè, maar ik moet even door met de website. Ja, oh. Ja. Is hij nog steeds niet af? Nee, bijna. Het werkt dan wat sneller. Ja, oh, ja, oké. Okay. Ja, nog sneller. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh. Jeetje. Oké. Okay. Ja. Ja, precies. Nou. Goed, nou, voordat we beginnen met de reacties, wil ik even weer een huishoudelijke mededeling doen. Oh ja, ja, dat klopt, want er is hier al heel lang niet gestofzuigd, hè? Ja, en het is jouw beurt eigenlijk, dus... Ja, maar oké, maar daar wou ik het even niet over hebben. Oh. Nee, ik heb het over ons YouTube-kanaal, Chantal. Oh. Ja, want er zijn toch nog steeds luisteraars die zijn niet op onze YouTube geabonneerd, hè? Oh. Dus ja. Als jij nou nog niet op ons YouTube-kanaal geabonneerd bent, ja, doe dat dan even. Ja, doe want even. Ik heb minstens 1000 subscribers nodig, ja. Ja, maar... Ja, anders kan ik de wereld natuurlijk niet redden. Huh? Nee, dat snap je wel. Oké, goed, dan ga ik even naar de site voor de reacties. Ja, leuk. En hey. Wat? Wat is dat nou? Wat is dat? Ik krijg een hele paarse pagina en er staat onder constructie. Ja. En dan een mannetje met een scheppie dat heen en weer beweegt. Ja. En dan staat er hier bouwt Frank Groot aan de nieuwe... Oh, ja. Frank? Ja? Wat heb je nou gedaan? Die hele website is uit de lucht. Ja, die heb ik even uit de lucht gehaald, want de nieuwe is nog niet klaar. Oh. Ja, maar ik moet nou de comments voorlezen. Ja. Dat ken ik helemaal niet bij nou. Ja, nee, ja, maak je niet druk. Ik had ze al uitgeprint. Kijk maar. Hier, alsjeblieft. Oh, ja. Uitgeprint. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, doe ik het even zo. Ja, ik ga even door. Hier staat een reactie van Floor. Ja. Wat is het om op zo'n dag als deze te beginnen met deze superleuke, interessante podcast? Oh. Heerlijk, zoveel zonneschijn dat dat brengt. Ja, leuk. Bedankt en ga zo door. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor je reactie. Ja, leuk. Dankjewel. En, ja, het weer is nou weer wat minder, hè? Ja. Maar goed, die zonneschijn... Ja, het is klote weer. Ja, die zit er wel weer in. Ja. Goed, dan weer een reactie van Happy Kaas Valentijn. Oh, leuk. Die schrijft echt weer een leuke. En Chantal, mijn vader is niet happy single zoals jij. Huh? wat bedoelt je daarmee? Weet jij daar wat van? Nee. Geen idee. Ja, maar ik had toch niet dat... Hou die reclame er maar in, schrijft hij. Ja, maar luister. Ja. Die zit er weer in, hoor. Ja, ik vroeg alleen maar of het een leuke man was. Ja. Dat betekent toch niet meteen dat zeg het al. Iedereen weet toch dat je desperate bent? Oh. Ja. Ja, eigenlijk is het wel een beetje waar. Nou, kijk. Ja, ik word er ook niet jonger op, hè. Nee, zeker niet. Ik heb nog steeds geen geluk in de liefde gevonden. Nee. Zou het ooit eens een keer gebeuren, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Oh. Nee, zeker niet. Oh, dankjewel, jongens. Ja, hou vol, Chantal. Ja, hou vol. Ja, ik zal wel moeten. Maar goed. Ja. Dan Nicky Apfel. Oh. Hoi Jaapie. Ja. Chantal. Ja. Leuke uitzending. Ja. En fijn dat je weer beter bent, Frank. Oh ja. Oh, en is de achtbaan van de buren gesloten op dit moment? Oh ja, hoe zit dat leuke eigenlijk? Leuke podcast, ga zo door. Ja, dat klopt. De achtbaan van de buren. Nou, het had dus heel erg geregend. Ja. Ja, en ze hadden dus blijkbaar geen goede fundering onder die achtbaan gebouwd. Dus die is helemaal in helemaal in de tuinaarde gezakt. Oh, dus dat... Ja, je kan nog net het bovenste stukje van de looping zien. Ja, ik dacht al. Ja, dus hebben we geen last meer van. Dankjewel. Nee. Oh, maar zaten er dan geen mensen in? Toen hij in de tuin naar de zakte? Ja, weet ik niet. Zou best kunnen. Ja, maar dat is dan toch vreselijk? Nee, hoezo? We zijn toch maar veel te veel. Oh. Hè? Een paar mensen kunnen we wel missen. Maar dat kun je toch niet zeggen? Ja, dat hoor je toch? Nou ja, zeg. Oké. Okay. Frank, hoe staat het met de website? Is die al klaar? Ik ga nou Spotify doen. Ja. Ja, als ik daarmee klaar ben, dan moet die website echt af zijn, hè? Want dan ga ik het over de website hebben. Oh, ja, maar... En dan werk je maar wat sneller. Ja, Nog sneller? Ja. Nog sneller, ja. Oké. Okay. Ja, goed zo. Ja. Jeetje. En geen fouten maken, hè? Oh, trouwens. Oké. Okay. Ja, wat? Hier aan de achterkant van je blaadje staan ook een paar reacties van de website. Hier. Oh, kijk maar. Oh maar dit is toch niet mijn schuld? Oh, maar... Dan moet je de ZOZ opschrijven. Ja, maar dat... Nee. Dat geeft toch niet? Hè? Is toch niet erg? Iedereen maakt wel eens fouten. Nee, ik maak nooit fouten. Oké, Happy Kaas Valentijn die schrijft hier... En mijn naam mag gewoon gezegd worden. Oh, ja. Oh, zijn naam mag gewoon gezegd worden. Oh, leuk. Oké. Ja? En dan nog een reactie van Flynn en Teun TV. Die ken ik niet. Nee, ik ook niet. Zijn die nieuw? Ja, ik denk het. Die schrijven... Ja, de beste WhatsApp van heel Nederland is begonnen. Oh, maar waarom schreeuw je? Nou, dat staat in hoofdletters. Oh. En 1, 2, 3, 4, 5. Oh, het staat erbij geschreven. Ja, dankjewel, Frank. Ja. Frank had het er al bij geschreven. 5 vraagtekens. Oh. Vraagtekens. En 9 uitroeptekens. Vraagtekens. Ja, die schrijf je aan het eind van een zin als het een vraag is. Ja, ik weet nog wat een vraagteken is, maar waarom zeg je... Oké, goed. Huh? Dankjewel voor je reactie. Ja, dankjewel. Oké, dat was de website. Oh. Dan nu Spotify eindelijk. Ja, maar doe een beetje rustig, Jaap. Je gaat zo snel. Ja, maar ik word helemaal zenuwachtig van de getik van Frank. Oh. Nou ja, ik kan wel wat rustiger aan doen. Nee, helemaal niet. Dat ding moet zo af. Oh. Oké, Inge Jajem schrijft... Ik stem Jaap Kornuit met 1, 2, 3 uitroeptekens. Oh. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, doen hè. Ja. Oké, Wilma Mackie Crazy schrijft in één woord. Geweldig met 3 uitroeptekens en hoofdletters. Ja. Super interessante onderwerpen. Ja. Ontzettend gelachen. Mijn dag kan niet meer stuk. Leuk. De hele crew bedankt voor jullie gave podcast. Ja, nou, dankjewel. Ja. En dan Nathan. Oh, leuk. Ik ben nu ook ziek. Volgens mij ben ik besmet geraakt. Toch. Wat erg. Oh jee. Ja. Nou, ik hoop dat je inmiddels alweer beter bent. Ja. En anders heel veel beterschap. Ja, beterschap. Ja. Ja,
Het is allemaal de schuld van Frank. Nou. Ja, ironie. Nee. Oké, okay, en dan Nicky Afval, die schrijft hier ook. Weer een leuke podcast. Ga zo door met twee uitroeptekens. Nou, dankjewel Nicky. Ja, dankjewel. Allemaal bedankt voor de reacties. En ga vooral door met reageren. Ja, leuk. Zo, dat was het. Ja, en YouTube dan. Hè? Oh, YouTube. Ja, oh, daar zijn ook reacties. Oh ja, ook nog. Ja. Oké, Ja. Even kijken. Oh, Sonatech. Oh. Sonatech die schrijft. Hoi, Jaap en Frank. Ja. Een heel lang verhaal. Oh, sorry. Even kijken hoor. Hij vindt het lied wel leuk van de politieke partij, maar hij vindt het niet zo vlot. Hij wil liever iets. Ja. Even kijken hoor. Met beats en pits. Ja. Zoals bijvoorbeeld EMDR. Hè? Huh? EMDR. Oh ja, EMDR. Maar dit is toch. Ja. Wacht even. Dat is toch een therapie tegen trauma? Ja. Eye movement desensitization en reprocessing. Ja, precies. Daar heb ik het in aflevering 126 over gehad. Ja. Ja, maar dit is toch geen muzieksoort? Niet dat ik weet. Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat het een foutje is. Ja, nou ja, iedereen maakt wel eens fouten. Ja, maar ik denk dat hij EDM bedoelt. EDM? Ja, Electronic Dance Music. Oh. Zou dat kunnen? Ja, daar zitten beats en pits in. Beats en pits. En EMDR is maar een beetje, met lichtjes heen en weer wapperen, toch? Nou, dat is wel een beetje te simpel gezegd, toch? Ja, ja simpel, toch? Nou, dankjewel voor je reactie. Ja. En ik denk dat je geluk hebt vandaag, want Ton Deus is er weer met een lied. Ja. En volgens mij is dat een beetje meer in jouw stijl. Oh, leuk. Ja, en... Hey. Wat? Frank? Hè? Ja? Ja, ik hoor je niet meer typen. Waarom ben je gestopt? Ja, ik heb allemaal blaren op mijn vingers. Ik moet even rusten. Oh. Oh, jeetje. Ja, oké. Okay. Ja, hier, kijk, mijn wijsvinger. Ja. Ja, en mijn middelvingers. En weer door. Ja, oh. Ja genoeg gerust. Oké. Goed, waar waren we? YouTube. Tjeerd Veninga, die heeft ook geschreven, die schrijft... Oh. Meer lachen, minder haat. Ja. Leef jaren langer als Cornuit regeren gaat. Oh. Nou, inderdaad. Mooi, zeg. Ja. Stem op mij en mijn politieke partij Intertoys Toekomst Nu. Ja. Met 3 uitroeptekens. 3 uitroeptekens. Ja, want anders is er nooit meer een toekomst. Nee, jammer, hè. Dan Goldilocks, die schrijft... Oh. Hahaha, goed idee. Jaap in de politiek, mijn stem heb je. Nou, ja, leuk. Precies. Ja, dankjewel. Ja. En allemaal naar het stembureau. Ja, wanneer eigenlijk? Piet Paaltjes die schrijft... Oh. Naar mijn idee kan de sluitingsdatum van de Superfanquiz gerust een paar weken worden opgeschoven. Oh ja, de quiz. Oh ja, dat is ook zo. Huh? Ja, want er zijn zoveel vragen. Ja. En je moet zoveel dingen luisteren dan als je het nog niet uit je hoofd weet. Ja, maar... Maar wacht even. Daar gaan we het over hebben. Oh. Ja, Frank, is de website klaar? If page not found, then head the location is... Ja, hallo. 404. Frank. Zo. Helemaal klaar. Ja? Oh, echt? Ja. Zo. Oh, hartstikke mooi. Ja. Goed. Mag ik nu dan eindelijk naar de wc? Vooruit dan maar. Oh, fijn. Maar wel snel terugkomen, hè? Ja, is goed. Oké, nou, luisteraars. Ja, en luisterettes. Ja, en luisterettes. Het grote moment is aangebroken. Ja. De nieuwe website is helemaal live. Hoera. Zo. Dus ga eens kijken. Ja. Wauw, het ziet er wel mooi uit, hè? Even kijken, hoor. Zo, dat is anders, zeg. Ja. Jeetje, wat een verbetering. Ja, zeker. Ja. En ik wou het dus hebben over de superfanquiz. Ja. Want die staat dus nu ook op onze nieuwe website. Oh. En daar kun je hem gewoon online invullen. En dan naar ons opsturen. Dus dat is wel lekker makkelijk. Ja. Dus als je het nog niet gedaan hebt, doe het dan even. Want dan kunnen we weten wie de superfan van het jaar 2024 is. Ja, doe het even. En dat loont echt de moeite. Want de superfan die krijgt allemaal bijzondere privileges. Ja, dus ga dat doen. Ja, wel doen hè. Ja, en dan, we zaten er al een tijdje op te wachten. Maar Giant had natuurlijk 2 tekeningen ingestuurd. Oh ja. Ja, en die staan dus nu op de nieuwe website. Oh. Dus wil je weten hoe wij eruit zien volgens Giant? Ja. Ga dan even naar het hoofdstukje blog, want daarin staan allemaal leuke artikeltjes. Oh, wat leuk. En daar staat, ik ga even naartoe, hier de pagina. Hoe zien wij eruit? Oh ja, ja. En dan, Oh. Ja, die foto is niet... Die foto's worden niet ingeladen. Wacht even. Nee. Oh, dat is een foutje zeker. Hey Frank. Ja, file not found staat er. Frank. Ja, ik zit even op de wc. Ja, kom even van die wc, want dat klopt niet. Nee, je hebt een fout gemaakt. Ja. Er zit een bug in die website. Ja, maar je moet nog afvegen. Nee, dat moet je even fixen. Nee, ik moet mijn handen nog wassen. Nee, je handen was je maar later. Oh. Hebba. Ja, hier, kijk dan. Ja? Die foto's worden niet... Ja, dat moet je even fixen. Oh. Nee. Oké. Ja. Nee, dat heb je niet goed gedaan. Sorry. Ja, en sneller. Ja. Oké. Nee, veel sneller. Ja, sorry. Ja, precies. Zo. Jeetje. Oké, nou dat was er weer genoeg community voor vandaag. Ja. Want we moeten ook nog andere dingen doen. Ja, dat is ook zo. Ging ook weer doen? Breek het nieuws. Oh ja, breek het nieuws. Ja. Frank? Ja. Oh nee, niet. Ik doe het zelf lekker. Moet ik de jingle? Ja. Nee, doorwerken jij. Breek het nieuws. Breek het nieuws bij Cornuit legt uit. Brekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Zo. Ja. Hallo? Wat? Lekker bakjes het al. Oh. Zo, daar was ik wel even aan toe, hè? Ja, mooi. Ik neem nog een slokkie. Oh. Mag ik ook wat drinken? Ja. Ik heb een beetje dorst. Oh. Nee, helemaal niet. Jij moet doorwerken. Sorry. Oh. Oké, Nou, wat staat er allemaal in de Telegraaf? Ja, de Telegraaf. Wacht even, pakken. Ja? Wat staat er? Rustig aan. Wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Nou, wat staat erin? Ja?
Oh ja, nou ja, weet je, het was afgelopen weekend was het marathon in Rotterdam. Oh, ja. Ja, dat klopt. Ja, en nou ja, ik wilde al jaren meelopen, maar ja, ik durfde eigenlijk niet zo goed. Oh. Omdat ik, ik was bang dat ik het niet zou kunnen. Nee, ja. Maar dit jaar heb ik toch maar meegedaan. Oh, weet je wat goed zeg. Ja, goed hè? Ja. Nou, en ik heb een reportage gemaakt, dus laten we even gaan luisteren. Ja, leuk. Ja, dag luisteraars en luisterettes. Ik sta hier in het centrum van Rotterdam, want hier gaat zo dadelijk de Marathon 2024 plaatsvinden. Het is de 43ste editie alweer. En ja, dan gaan we eens even een lekker stukje lopen. Het is hier hartstikke druk. En ja, hallo. Hallo meneer. Ja, hallo. Ja, hoeveelste keer is het dat u meeloopt? Dit is mijn eerste keer. Oh ja? Ja. Interessant zeg. Oh. Ah. Ja, zo, jezus, mijn oren. Nou, daar klinkt het startsignaal en iedereen begint te lopen. Ja, wilt u gaan lopen alsjeblieft? Oh, ja, 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 ja. Ja, u houdt de boel op. Oké, oké, ik ga lopen. Zo. Oké. Zo. Hallo mevrouw. Ja, dag. U loopt ook mee met de marathon? Ja, ik loop ook. Hoeveelste keer is dit al? Ja, dit is mijn 43ste keer. Zo. Ja, oké. Okay. Dan is alweer 5 jaar dood en dan dacht ik, ja, ik liep altijd met hem. Je moet even stoppen. Hallo? Mag ik even een glaasje water? Ja, natuurlijk mag ik een glaasje water. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, man. Oké, zo, dan gaan we weer. Zo, ja, dag meneer. Ja, goeiedag. Hoe vindt u nou veel voor zo'n marathon? Nou, wat zou ik zeggen? Het is meer een mentaliteit voor de mensen om te blijven. Jezus, je moet weer even stoppen. Oh, meneer. Nou, dat valt niet mee. Hoeveel heb ik eigenlijk gelopen? 25 meter. 25 meter? Ja. Hoeveel is het eigenlijk? Iets 40 kilometer. 40 kilometer? Ja, precies. Ja, ja, dag. Ja, dag. Nou, weet je wat? Ik kap ermee. Volgend jaar beter. Oké, terug naar jou, naar de studio. Mijn god. Nou, dat was echt een vergissing. Tjonge, jonge. Oh. Ja, goed hè? Ja, je hebt dus eigenlijk maar 25 meter gelopen. Ja, goed hè? Ja, je hebt hem dus helemaal niet uitgelopen. Nee. Maar zoals jij zelf zegt, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja. Nou, dat is wel zo. Ja. Maar 25 meter van de 40 kilometer, ja, dat vind ik toch wel een beetje weinig. Ja, nou ja zeg. Huh? Hoor je jezelf ook wel eens praten? Wat? Het is ook alweer een keer goed, hè Chantal? Nou, oh. Vol, Jaap. Ja, maar... En jij moet doorwerken. Oh ja, sorry. Oké, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja, wat staat er? Er staat hier 345 van de grootste CO2-uitstoters in Nederland hebben vorig jaar ruim 13% minder uitgestoten dan het jaar ervoor. Zo. Dat is de grootste procentuele daling ooit. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi toch? Ja, ja, dat sluit mooi aan op je politieke partijprogramma, toch? Ja, inderdaad, ja. Wat stond er ook weer op? Wat stond erop? Ja, dan moet ik even naar onze website. Oh. Even kijken hoor. Er staat ook, ik heb een blogje gemaakt. Internet toekomst nu met 3 uitroeptekens. Hè? Internet toekomst nu? Oh, ja, nee, dat is... Ja, nou, oké, haha, ik zei het fout. Ja. Ik bedoel, Intertoys toekomst nu. Ah. Je hoeft het niet zo in te wrijven, hè, Chantal? Oh, ja, nee, maar... Jongen, ik maak ook wel eens een foutje, hè? Ja, maar dat heeft toch helemaal niet? Dat bedoelde ik... Ja. Oké, nou, wat is mijn partijprogramma? Ja. Koningsdag niet in het weekend, beter internet van Ziggo, stemrecht voor de jeugd, verbod op klimaatverandering. Nou, kijk. Een verbod op klimaatverandering? En betaalbare villa's voor iedereen, iedereen superrijk en iets leuks voor de ouders. Ja, dat moet je even bedenken. Ja. Maar daar sluit het inderdaad mooi op aan. Ja, mooi. Ja. Nou, dan ben je straks niet eens meer nodig misschien. Hè? Oh jee. Ja. Nee toch? Oh, mijn god. Oh, nee, wacht. Hè? Nee, hier staat ook nog. Ja. Bij de luchtvaart daarentegen is de uitstoot juist toegenomen met 11%. Haha, gelukkig. Weet je? Ja, ik blijf nodig. Ja, heel fijn. Oh, trouwens, ik blijf sowieso nodig. Oh. Ja, je hebt toch net mijn partijprogramma gehoord? Ja, ja. En dat gaat niet alleen maar over vervuiling. Nee, maar die andere programmapunten vind ik een beetje... Ja? Tja, hoe zal ik het zeggen? Nee, je moet gewoon een beetje luisteren. Oh, ja. Ja? Ja? Ja, het is klaar. Oh. Ja. Oké, hartstikke mooi. Ja, fijn. Oké, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja, wat staat er? Ja, nou kijk, hier staat het. Ja. Cornuit legt uit, lanceert nieuwe website. Ja! Dat staat er niet. Ja, dat staat er wel. Nee joh, dat staat toch niet in de Telegraaf? Hier, kijk dan. Oh ja. Ja. Maar je hebt het er weer zelf in geschreven met ballpoint. Ja, maar in de Telegraaf is. In de Telegraaf. Ja, ja. En wat is hij toch mooi, hè? Oh. Ja, zo. Zeker mooi. Ja, en natuurlijk kun je heel veel met die website. Ja. Niet alleen onze podcast terugluisteren, maar je kan ook exclusieve content daar vinden die je nergens anders vindt. Oh, is dat zoals, zo? Zoals bepaalde liedjes die we erop hebben gezet. Die kun je nergens anders vinden. Oké. En natuurlijk onze blog. Ja. En daar schrijven we dan af en toe leuke artikelen in. Dat is interessant om te lezen en misschien ook wel leuk. Ja, leuk. Dus ga dat zeker even doen. Je kan natuurlijk die superfan quiz doen. Oh, ja. En wat je ook kan, is je tekening uploaden. Oh. Want er staat dus nu een contactformulier op waar je dus een foto aan kan hangen. Oh, dat is mooi. En dan komt hij bij ons terecht. En dan plaatsen wij dat weer in een blog op de website. Ja! Ja, leuk zeg. Dus ga dat even doen. Ja, ga dat even doen. Ja, en dan, last but not least, vind jij ons programma nou ook zo leuk en wil je dat het altijd blijft? Ja. Steun ons dan met een eenmalige donatie. Oh, Je hoeft niet gelijk een tweede hypotheek te nemen of je Xbox te verkopen.
kopen. Nee. Want met een klein bedrag zijn we ook al blij. Ja, inderdaad. En dat kun je doen op onze pagina Steun Ons. Want die is gekoppeld aan onze GoFundMe. GoFundMe. En daar kun je een bedrag doneren. Oké. En we zijn overal blij mee. Ja, ja. Leuk. Dus als je iets kan missen. En als je nou niks kan missen. Nee. Maar je wil ons toch helpen. Dat kan ook. Ja. En dan hoef je geen geld te geven. Maar geef dan je adres aan ons. Oh. Want dan sturen wij je gratis een stapel Cornuitlegt uit stickers. Oh. Ja. We hebben hele leuke stickers. Oh, wat leuk. Kun je zien op de site. Ja. En ja, dan sturen we die naar je op. En dan kun je dan overal plakken. Zo. Zodat we nog meer luisteraars. En luisterettes. Ja, en luisterettes ja. krijgen. Ja. Ja. Nou, leuk toch? Ja, zeker. Oké, ga dat even doen. Ja, ga dat doen. Dit was Brekend Nieuws. Ja. We gaan iets anders doen. Oh ja. Je luistert naar Cornuit Legt Uit. Zin in een filmpje? Is het een hit of is het dikke shit? Filmtip. Lekker even weg van huis of toch maar weer liever voor de buis? Filmtip. Hier komt de filmtip. De ongezouten mening over de laatste films. Filmtip. Ja, mijn naam is Frank Groot en dit is weer een nieuwe filmtip. En de filmtip van deze keer gaat over Fallout. En dan heb ik het niet over de videogame, maar over de serie die erop is gebaseerd. En die kun je streamen bij Prime Video. En voor de mensen die het niet weten, in Fallout is de aarde helemaal kapot, want er is een atoomoorlog geweest. Oh. Maar sommige mensen die genoeg geld hadden, die hebben een plekje weten te bemachtigen. Ja, Frank. In een ondergrondse bunker. Frank, hallo, Frank. Maar, je moet even... Hè? Ja, nee, wat? Ik zie hier op die website dat het contactformulier niet werkt. Oh ja, maar ik ben met de filmtip... Nee, die krijgen een foutmelding. Nee, oh, ja. Een foutmelding. En die link naar die doneerpagina, die werkt ook niet. Oh, die werkt ook niet? Nee, en kijk hier. Ja? Hier, al die afleveringen, die staan helemaal door elkaar. Oh. Dit is helemaal niet op volgorde. Oh, nee. Nee, dat ken je niet, Frank. Ja, maar... Nee, dat is prutswerk wat je hebt geleverd. Oh. Nee, dat moet je even fixen. Ja. Nee, je bent een prutser. Ja, ik ben een prutser. Ja, inderdaad. Oh, maar zal ik eerst even de filmtip dan afmaken? Nee, ik dacht het niet. Okay. Je gaat nou die website goedmaken en eerder ga je niet naar huis. Oh, ja. Ja, oké. Okay. Chantal? Okay. Ja, begin jij maar met je rubriek. Oh, ik dacht het. Nee, Frank is klaar. Ja. Psychologisch. De gedeelde wereld van de ziel, het woord en de gedachte. Psychologisch. Ah ja. De logica achter menselijke gedragingen. Ah. Ja. Ja, hi, hallo. Ja, hallo. Mijn naam is Chantal Duval. Ja. En dit is mijn rubriek. Nee, psychologisch. En deze keer wil ik het met je hebben over... Ga gewoon naar de slag. Waarom doe je niks? Ja. Je zegt toch dat je dat moet fixen? Ja, hallo Jaap. Ja, wat doe je? Ja, nee, ik had tegen Frank gezegd dat hij die website moet gaan maken, maar hij doet niks. Ja. Hij zit maar een beetje voor zich uit te staren. Dat is vervelend. Oh, ja. Frank, is er iets? Wat? Ja? Ja, nee, ja, ik weet het niet. Ik durf niet meer zo goed. Oh, wat? Nee, ik maak heel veel fouten en ik ben een prutser. Dus ja, precies. Oh. Ik ken het helemaal niet. Nee. Oh, jeetje. Oh. Ja. Oh ja. Maar hij is een prutser. Je hebt toch al heel veel dingen gemaakt, Frank? Ja, nee, dat was... Dat is toch ook gelukt? Ja, dat is denk ik toeval geweest dat het goed ging. Nou, inderdaad. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nee, Frank, ik denk dat je gewoon even een beetje last hebt van faalangst eigenlijk. Faalangst? Oh, wat is dat, faalangst? Ja, faalangst? Ja. Nou, dat is dat je bang bent om fouten te maken. Oh ja. Ja, en dat hoeft niet. Nee. Want iedereen maakt wel eens fouten en dat geeft niks. Nou, ik maak nooit fouten. Jawel, je maakt ook fouten. Ja, daarnet nog. Ja. Nou, misschien ken je het wel. Wat precies? Soms moet je iets doen en dan blijf je het maar uitstellen of je wordt zenuwachtig bij alleen al de gedachten eraan. Oh ja. Of je kan niet meer helder nadenken of je gaat zweten of trillen. Ja. Ja, dan heb je last van faalangst. Oh, oké. Je bent dan eigenlijk bang dat het je niet gaat lukken, hè? Ja. Ja, en dat kan komen omdat de druk van je omgeving misschien te groot is, hè? Oh ja. Ja, of je hebt niet zoveel zelfvertrouwen. Ja, dat. Oh, oké. Ja, en dat kan bij iedereen voorkomen, jong of oud, maakt niks uit. Oh. Ja, oké. Maar het goede is, je kan het ook overwinnen. Oh. Ja. Oh, nou oké. Ja. Chantal, hoe kun je je faalangst eigenlijk overwinnen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Oh ja, is dat simpel? Oh. Ja, dat is heel simpel, want je moet dus eerst beseffen dat iedereen fouten maakt. Hè, dus dat gewoon normaal is. Ja. En het is ook niet erg. Nee. Want van fouten kun je dus leren. Hè? Van iemand die nooit fouten maakt, die leert ook nooit van zijn fouten. Nee, precies. Dus Yoda die zegt ook, Yoda. The greatest teacher failure is. Oh ja, the greatest... dat betekent hetzelfde. Ja, oh ja. Dus en je moet ook gewoon de lat niet zo hoog leggen. Hè? Nee. Want dan ben je misschien een beetje te perfectionistisch. Want perfect bestaat niet, hè? Dus goed is goed genoeg. Oké. En ja, aldoende leert men. Ja. Heb je daar wat aan, Frank? Kun je weer verder? Ja, ik denk het wel. Oh. Ja, ik kan weer verder. Oh, mooi. Ja, mooi. Ja, oké. Okay. Nou, lekker verder en geen fouten maken, hè? Oh. En een beetje opschieten. Doe maar rustig aan, hoor, Frank. Ja, maar... Onze luisteraars... Ja, en luisterettes. Ja, en luisterettes. Ja. Die begrijpen het heus wel. Oh, oké. Okay. Ja, maar... Hou je mond, Jaap. Oh. Mijn naam is Chantal Duval en dit was mijn rubriek psychologisch over faalangst deze keer. Wil je erover meepraten? Dat kan dan op de blog over faalangst. Ja, op de website. Ja, op onze website. Ja. Houdoe.
Reclame! Hou je ook zo van water? En vind je niet erg dat het nat is? Ga lekker varen. Met de vader van Valen. Kaasmoeder. Oh nee, toch Valentijn. Zeil mee met de mooiste klippers van het... Wat? Oh, het wat. Ja, de Waddenzee. Ja, van het wat. Kijk gauw op zusterschepen.nu. Kijk gauw op zusterschepen.nl. En ga lekker varen. Doei. Jezus. Kap er nou eens mee, man. Reclame. Reportage. 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 Ja, dag luisteraars en luisterettes. Ja, hi, hallo. Ja. Voor deze reportage ben ik helemaal afgereisd naar Friesland. Ja, en ik ook, hè. Ja, Chantal is er ook. Ja, hoi. Om mee te varen met de vader van Valentijn. Ja, hallo. En, hallo, Michiel. Ja, hallo. Want jij hebt een bootje, hè? Een bootje? Oh. Het is geen bootje, hè? Nee. Het is een klipper. Ja, het is een klipper. Een klipper. Ja, een zeewaardig zeiljacht. Ja, de mooiste klipper van het wat. Wat? Hè? Ja, van het wat. Van de Waddenzee, ja toch? Oh ja, van de Waddenzee. Ja, van de Waddenzee. ik vroeg aan Michiel van... Is het misschien leuk als we een keer mogen meevaren? Kunnen de luisteraars ook eens een keer horen hoe dat nou gaat? Ja, ja mooi toch? Aan boord van zo'n bootje, van zo'n zeiljacht. Een klipper. Zeker, leuk. En het is prachtig weer. Ja, mooi hè? Ja, Frank die wou niet mee. Ja, want zoals je weet, hij heeft een hekel aan water. Ja, omdat het nat is. Ja, het is nat. Ja, dat is water altijd. Nee, water is niet altijd nat. Hé, hoezo niet? Maar ja, als het bevroren is. Oh. Ja, oké. Ja, dat is waar. Maar goed. Maar Michiel, dan ga je toch ook niet zeilen, neem ik aan? Heb je de zee wel eens bevroren gezien? Nee. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Nee, dan komt er altijd zout. Ja, precies. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik heb ook geen idee waarom ze dat doen. Nee. Maar ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Oh ja? Ja. Waarin? Nou, ja, zeilen natuurlijk. Oh ja. Nou, ik vind het wel heel erg spannend hoor. Nou ja, zeg. Ja, ik heb nog nooit eerder gezeild. Nee, je kunt niet. Ja, ik heb me wel ingelezen, dus ik hoop maar dat ik het goed doe. Oh. Ja, het lijkt me zo moeilijk. Ja, joh, maak je toch niet zo zorgen, Chantal. We kennen nou fout gaan. Nee, precies. Nou. Nee, ja, dat is vast een makkie. Ja, ja. Michiel. Ja. Hoe heet die boot eigenlijk? Deze heet de Spes Nova. Oh ja. Ja, die lijkt precies op die andere, hè? Ja. Op de hoop doet leven. Ja, het zijn zusterschepen. Ja, inderdaad. Ja, en hoe oud is hij eigenlijk? Nou, deze is gebouwd in 1893. Zo, dat is lang geleden, hè? Ja, inderdaad. Dat is al zeker... Ja? Dat is al minstens 50 jaar geleden. Nou, jeetje. Dan meer. Kun je niks nieuws vinden, hè? Hé, hoor eens. Ben je hier nou om te zeilen of om te lullen? Ik dacht eerst even een gezellig praatje dat het... Nee, kom op, we gaan aan het werk. Ja. Zo, Chantal, hier, neem jij het roer over. Oh, leuk. Ja? Moet je iets roeren? Nee, zo heet het stuur van het schip, Jaap. Ja, precies. Oh, je weet toch wel iets van het maritieme? Het maritieme? Ja, natuurlijk. En wij gaan samen de zeilen hijsen, Jaap. Oh ja. Aan jij, kapitein. Ja, wil je wel even van mijn bel afblijven? Oh, sorry. Nee, oké. Okay. Succes, Jaapie. Kijk, Jaap, dit is het bazaanzeil en die moeten we met die touwvallen gaan hijsen. Oh ja. En waar is het knoppie? Knoppie? Ja, waar moet ik op drukken? Je moet nergens op drukken. Je moet gaan trekken aan die touwen, joh, gek. Oh. Het is allemaal met de hand. Oh, oké. Okay. Moet ik anders even helpen? Nee, Chantal, hou jij het roer maar recht. Oh ja, oké. Okay. Ja, straks raken we nog uit koers. Oh, nee toch? Nou, dat zal wel meevallen. Oké. Okay. Ja, trekken. Jezus. Ja, goed zo. Zo. Ja, meer. Maar dat gaat ook niet makkelijk. Nou, eet je wel genoeg spinazie? Oh, nee, bedankt. Ik heb krentenbollen meegenomen. Oh, ja, maar... Michiel? Ja? Ja, het gaat steeds harder waaien. Ja? Volgens mij komt er storm. Oh, dat is een probleem. Hoezo? Je bent toch niet bang voor een beetje wind? Maar... Het is zeilen, hè? We zijn afhankelijk van wind. Oh, ja. Nou, laat me lekker komen. Ja, maar die... Maar de boot begint wel een beetje te schommelen zo. Ja, mooi, hè? Oh. Wat is er nou? Oh, mijn maag. Oh, ik... Wat doe je? Wat? Oh mijn god, ik voel me niet zo lekker ineens. Nee. Oh, ruikt dat dan toch? Die zilte, zoute zeelucht. Oh nee. Oh. Heerlijk. Ja. Dat is de geur van avontuur. Ja, goed, hè? Oh nee, ik moet spugen. Oh nee. Het verdemme mijn boot. Oh ja, dat kan gebeuren, hè, Jaapie? Ja, maar doe het dan even over de rand. Sorry. Even over de rand. Ja, precies. Oké, ik zal even uitleggen hoe het kompas werkt. Kijk, je hebt hier noord, zuid. Michiel? Ja, ik probeer je wat uit te leggen, Chantal. Ja, maar Jaap is in het water gevallen. Oh, dat is niet handig. Maar goed, hij kent toch wel zwemmen zeker? Ja, ik kan het even vragen. Ja, vraag het maar even. Jaap, kun je eigenlijk wel zwemmen? Ja, maar daaruit, godverdomme. Oh ja. En wat zei hij? Ja, hij wil toch liever wel weer zo snel mogelijk uit het water. Oké, dan gooi ik even een reddingsboei naar hem toe. Oh ja. Zo, hop. Ja, pak de reddingsboei, Jaapie. Ja, pak dat ding. Ja.
Ja, zo, ja, goed zo. Hij is mijn woord. Ja. Ja. Oké, okay, trek eens dat al. Ja, trekken. Ja, een klein stukje. Oh mijn god. Ja. Zo, daar is hij weer. Ja, mijn god, ik ben drijfnat. Ja, dat heb je met water soms. Ja, als het niet bevroren is. Jongen, jongen. En wat hoor ik? Oh ja, ik had even wat muziek opgezet. Want ik was spannend. Ja, zet af. Ja, sorry. Zo. Oké. Okay. Nou goed, dan kunnen we gaan beginnen. Oh ja. Ik ga even de trossen losgooien. Nou, ja, wacht even. Ja, weet je? Ja. Ja, komt, er staat net een goede wind. Ja. Kom, ja. Nee, ik moet naar huis. Ja, en mijn moeder roept, geloof ik. Je moeder roept? Anders ben ik te laat voor het eten. Voor het eten? Ja. Maar je hebt toch krentenbollen meegenomen? Nee, kom, zet al, we gaan. Ah, wat jammer. Ja, heel jammer. Ik had zo graag de zeehondjes nog willen zien. Ja, nee, we gaan. Nou ja, oké. Ja, bedankt, hè. Dag, Michiel. Ja, doei. We komen gauw nog eens terug. Ja. Nou, ik vond het eigenlijk best wel leuk zo achteraf gezien. Oh ja? Ja, ik was van tevoren heel gespannen, maar het viel eigenlijk wel mee. Nou, het viel niet mee. Oh? Het viel in het water, Chantal. Oh. Ja. Ja. Weet je nog waar ik mijn fiets heb neergezet? Bij die boom. Oh ja, bij de boom. Mag ik een krentenbol? Ja. Lekker varen. Lekker zeilen. Over water. Ja, water, dat is nat. Lekker varen. Ja, ga lekker varen. Lekker zeilen. Ja, ga lekker zeilen. Met de mooiste. Met de mooiste. De mooiste klipper. En van het wat. Lekker varen. Lekker varen. Lekker varen. Lekker zeilen. Lekker zeilen. Lekker zeilen. Want dat zeilen. Ja, dat zeilen. Ja, dat zeilen is zo fijn. Lekker varen, lekker varen, lekker varen. Lekker zeilen, lekker zeilen. Lekker zeilen met de vader. Ja, de vader. Ja, de vader van Valentijn. Lekker varen, lekker varen, lekker varen. Lekker zeilen, lekker zeilen, lekker zeilen. Je luistert naar Konijtjesuit. Elke keer op een of andere dag, om een of andere tijd. Konijt legt uit. Met haar konijt. Lekker live. Tijd voor muziek. Lekker genieten van lekkere muziek. Live muziek. In de studio. Konijt legt uit. Ja. Hey, wat hoor ik nou allemaal? Oké. Wat is dat allemaal? Ja, nee, Frank is nog aan het werk. Oh. Ja, onze nieuwe website. Oh, ik dacht dat hij al af was. Ja, maar die zit nog vol bugs, ja. Dus hij moet even nablijven. Oh, maar dat kan je toch ook door ChatGPT laten doen? Nee, GPT. Wat? Ja, TPG was vroeger de post. Oh, sorry hoor. Ja. Zeg, hoe oud ben je eigenlijk, Chantal? Ja, luister eens. Eh? Ik lees ook wel eens een geschiedenisboekje. Oké, goed, je hoort het al. Bij ons in de studio is niemand minder dan mijn goede vriend en expert in alles. Ton Deuze. Ja, hallo. Welkom, Ton. Ja, dankjewel. Ja, welkom. En je hebt een nieuw lied meegenomen, hè? Ja, dat klopt. Oh, leuk. Ja, ja, vertel. Het is een lied in EMDR-stijl. Nou. Ik bedoel, in EDM-stijl, sorry. Oh, dat geeft niks. Ja, precies. Ja, en het gaat over faalangst. Oh. Want ik begreep dat dat thema is voor deze keer. Thema? Ja, wij werken toch altijd met thema's? Nou, dat is me nog nooit opgevallen. Hè? Maar dat... Maar goed, hoe heet het? Het lied heet Fout is Goud. Oh, leuk. Nou, laten we niet langer wachten. Nee. We gaan beginnen. Ja! Ja. Oh, Frank, huh? Ja, jij moet ook meedoen. Ja, hier is de groovebox. Oh, ja. Ja, daar komt-ie. Ja, heel mooi. Oké, Frank, drop die bas. Hé, de bas? Ja, hey. Hallo, kom op nou. Ja, maar ik ga toch geen bas laten vallen? Nee, joh, je moet die bas droppen. Doe dat. En je moet het knopje induwen. Wat? Oh, ja? Ja, oké. Daar komt-ie. Ja, goed zo. Ja, klinkt wel vet. Ja, toch? Ja, maar het is wel een beetje saai. Maar ik ga nog zingen. Oh, je gaat nog zingen? Ja. Oh, sorry. Ja, dat geeft niks. Ik dacht eigenlijk dat je ging rappen. Oh ja, dat is ook zo. Oké, Frank, druk op het knopje. Deze? Ja. Oké, daar kom ik. Ja, je kent het wel. Hè? Dan heb je een examen en dan moet je leren. Oh. Maar je kijkt maar door de ramen. Ja, ik ken het wel. Ja? Want dan kan ik niet kalmeren. Ik doe altijd alles fout, dus waarom zou ik het proberen? Maar dat geeft toch niet? Nee. Iedereen maakt wel eens fouten. Ik zeg, blijf gewoon proberen. En van fouten kun je leren. Nee, dat geeft ook niet. Nee. Want het kan me toch niks schelen. Oh. Waarom zou ik leren? Ja, maar ik ga lekker buiten spelen. Oh ja, maar dat is niet... Hoi! Oh nee, dat kan niet. Wat? Nee. Ja, kom terecht. We zijn een liedje aan het opnemen. Oh ja, sorry. Nou ja, even stil, Frank. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Fout is goud.
En je van fouten maken bang. Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang. Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang. Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. The greatest teacher. Failure is... 1 plus 1 is 3. Hé? De wortel van 16 is oranje. Oh, ja luister eens, ja? Wat hoor ik nou? ChatGPT, die heeft het fout. Nou, kijk eens aan. Hé, hoezo kijk eens aan? Nou ja, zelfs een robot kan fouten maken. Ja, maar wacht even. Ja, wat is er? Hoe kan ik nou mijn examen halen als die robot al mijn huiswerk verkeerd doet? Oh. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Van fouten maken ken je leren. Dus lekker fouten maken en opnieuw proberen. En word je soms op jezelf kwaad, bedenk dan dat het later beter gaat. Als iemand fouten maakt, is dat geen wonder. Dus wees relaxed, dat is ook veel gezonder. Soms ben ik lief, soms ben ik stout. Ik doe veel goed, maar weet je... Oh, wat gebeurt er nou? Sorry, ik drukte op de verkeerde knop. Oh, nou ja, dat geeft niks. Daar komt ie. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet lijden door je angst. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Fout is goud. Ben je van fouten maken bang? Fout is goud. Laat je niet leiden door je angst. Ja! Nou, dat was het weer voor deze keer. Ja. Allemaal bedankt voor het luisteren. Wat was het weer gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja, nou ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Nee. Ook op YouTube. Ja, precies. En ja, dan zijn we er de volgende keer weer. Ja, en ga naar onze website, hè? Ja, ga naar die website. En doe de superfan quiz. Ja. En steun ons met een beetje geld. Of vraag stickers aan, hè? Dat kan allemaal. Ja. En reageer op mijn blog. Ja, oh, dat ook, ja. Veel plezier. Houdoe! Ja, doei! Naar de mazzel! Doeg! Oh, ja. Nee, Frank. Huh? Nee, jij moet hierna blijven. Ja. Oh, ja, maar... Je mag pas naar huis als die website klaar is. Oh ja, dat is ook zo. Ja, succes, Frank. Ja, dank je. Ja, doei. Dag, Frank. Houdoe, Frank. Ja, doei. Zo. Hé, hey, wat is dat nou? Tjeerd Veninga heeft geld gedoneerd. Oh, jongens. Hey. Oh, ze zijn al weg. Nou ja.